Dus we gaan ook met deze mensen zorgen we dat we een burgerinitiatief kunnen starten. En dan kunnen we met de gemeenteraad kunnen we aan tafel zitten. En ook onze problemen daar ventileren. Breda Nu. Je weet het meteen. Al een aantal jaar is er een discussie gaande over de zuidelijke rondweg. De gemeente wil Breda zo toegankelijk mogelijk maken en de weg verbreden. Maar bewoners zijn het daar niet mee eens. Wethouder Boas Adank en bewoner Michiel Holte leggen hun standpunten uit rondom deze discussie. Hoe denk je deze discussie op te lossen en wat zou daar dan voor nodig zijn? Nou, de Zuidelijke Rondweg is een hele belangrijke weg in Breda. Het is een stedelijke ontsluitingsroute. Dus een heel groot deel van de stad maakt gebruik van de Zuidelijke Rondweg. Nou, wat we bijna 2 jaar geleden hebben besloten, de gemeenteraad heeft besloten om een aantal aanpassingen te doen aan die weg om de doorstroming van de Zuidelijke Rondweg te verbeteren. Maar er wonen ook heel veel mensen langs die Zuidelijke Rondweg en die hebben heel veel vragen over de leefbaarheid. Nou, los van de maatregelen die we nu nemen langs de Zuidelijke Rondweg zijn we met een aantal studies bezig om te kijken hoe we de leefbaarheid rondom de weg verder kunnen verbeteren. En dat is ook de discussie die we vooral hebben met de belangengroepen en de verenigingen langs de Zuidelijke Rondweg. Nou ja, het probleem is, dat hebben jullie zelf gezien, er rijden hier veel vrachtauto's rijden hier rond. En wat de gemeente wil nog de kopse kanten, dus de oost- en de zuidoost- en de westkant, willen ze verbreden. En daardoor komt er nog meer verkeer. Nou, wat wil de gemeente nog meer? Ze roepen allemaal dat we de groenste stad van Europa moeten worden. Nou, dat is toch naar ons idee een beetje strijdig met wat hier nu gaat gebeuren. Het verbreden van de Zuidelijke Rondweg, wat meer auto's met zich meebrengt, wat meer fijnstof met zich meebrengt en meer geluid. Nou, wat je ziet is dat we nu vooral maatregelen nemen om de doorstroming te verbeteren. En niet zozeer maatregelen nemen om de leefbaarheid te verbeteren. Nou, we zijn begonnen met een aantal studies om te kijken welke leefbaarheidsmaatregelen genomen moeten gaan worden. Alleen die zullen we pas over een aantal jaar waarschijnlijk kunnen gaan nemen. Nou, ik snap heel goed dat de belangenverenigingen zich niet gehoord voelen. Maar als gemeente doen we ontzettend hard ons best om met elkaar in gesprek te zijn over welke maatregelen genomen moeten gaan worden. We hebben een aantal keren met de wethouder aan tafel gezeten en wij vinden enigszins dat wij niet gehoord worden door de wethouder. Omdat we krijgen nauwelijks antwoord op onze mails. En de wethouder of de gemeente gaat gewoon door met de aanpassingen terwijl er een rechtszaak rondloopt. Dus zegt ze negeren ons eigenlijk een beetje. In hoeverre gaat dat dan? Want jullie hebben wel al een aantal keer met ze aan tafel gezeten. Wat wij graag willen is dat ze ook aan de huidige situatie wat doen. En dat wordt volledig genegeerd. Er wordt alleen maar in de toekomst gesproken, over de toekomst gesproken. En dat is over 20 jaar. Maar dan moeten ook nu dingen worden gedaan. Ja, de discussie die zal er dus nog wel een tijdje zijn. Maar hoe kunnen jullie er dan voor zorgen dat er wat meer rust komt in die discussie? Nou, wat ik hoop is dat we met elkaar in gesprek kunnen blijven. Er zit wel wat spanning op die gesprekken. De belangen zijn niet altijd gelijk. Maar de inzet van de gemeente is natuurlijk om de doorstroming, maar ook de leefbaarheid zo groot mogelijk te hebben. Nou, en dat moet je met elkaar in balans zien te krijgen. Dat kan niet altijd op dezelfde moment. En dat is ook het eerlijke verhaal. Nou, ze kunnen ondertussen probeer maar een milieuzone van te maken. En dan ben je al een stuk vrachtverkeer kwijt. Of maak er een fileverbod in. Of nee, een spitsverbod voor vrachtauto's. Ben je ze ook kwijt. Zo eenvoudig kan het zijn. En nou staat er gepland dat het mogelijkerwijs dat ze hele Zuidelijke Rondweg 2x2 willen gaan doen. Nou, dat vinden wij natuurlijk absoluut niet aanvaardbaar. En dat is ook waarom dat wij nu met z'n allen, en zeker 500 bewoners, tegen de gemeente ageren. Van luister eens, stop met deze plannen, want we willen niet dat het 2x2 wordt. En daar is deze weg ook niet voor geschikt. Dus we gaan ook met deze mensen zorgen dat we een burgerinitiatief kunnen starten. En dan kunnen we met de gemeenteraad kunnen we aan tafel zitten en ook onze problemen daar ventileren. Breda Nu. Je weet het meteen.